Derco is opgericht in 1984 door mijn schoonvader Luc Durmo. Derco was toen gevestigd in de fabriekska in Kortrijk, waar we de laatste jaren enorm veel plaatsgebrek hadden, waardoor we de paletten 2, 3, 4 hoog moesten stapelen. Dus waren we genoodzaakt om een grotere locatie te zoeken. En die hadden we dan hier gevonden langs de snelweg E403 Kortrijk-Brugge. Zowel de horeca als de bedrijven. Iedereen is welkom. Ook de particulier kan hier altijd terecht voor een aantal wijnen te degusteren of voor de wijnaankopen te doen. Ik merk dat hier in Vlaanderen de rode wijn blijft, voornamelijk Bordeaux. De witte wijn gaan de mensen meer naar de Bourgogne. En dan spreek ik over Chablis, Saint-Véran, Puy-Fussier. Een van mijn favoriete wijnen is Château Beauséjour, die gelegen is in Montagne Saint-Émilion. Omdat de wijnmaker Stéphane Drenoncourt is, die een van de meest gerenommeerde wijnmakers is ter wereld, zeg maar. De eigenaar van het kasteel, en dat is Pierre Bernot. Pierre Bernot is de ex-topman van Microsoft Frankrijk, die eigenlijk zijn passie gevolgd heeft, en dat is de wijn. Dan hebben we ook de ligging van het perceel. Niet alleen hoe dat het gericht is naar de zon, maar ook de ondergrond. Ook de druivenranken, die gemiddeld 45 jaar oud zijn, geven heel veel karakter aan de wijn. De wijn bestaat voor 75% uit Merlot en 25% uit Cabernet Franc. En is een wijn die jaar op jaar verbetert en in kwaliteit toeneemt. Daarom is dat een van mijn favoriete wijnen. Meer informatie vind je op www.dercor.be.